meer, ook van mensen die het beter zouden horen te weten. Ja, maar het is een kwestie van jaren. Dus moeizaam met de weg en zo en zo. Nou, die tekst die ik helaas nooit heb kunnen terugvinden, die heb ik al gelezen van voor ik ooit naar India toe ging, in de 40er jaren. Die gaat erover dat een god kan zijn waarover duizenden of miljoenen jaren duisternis heeft geheerst. En als je daar binnen gaat met een brandende fakkel, dan is die duisternis al is die nog zo oud in één cel per jaar. Dat is het begrip begrijpen waar het hier om gaat. Alle eventuele intellectuele analyses en alles die hier wel eens een keer ter sprake komen, dienen maar één doel en dat is het bijgeloof waar we tot nu toe aanleiding kwijt te raken. Maar waar het om gaat, is het inzicht dat onmiddellijk is. Er zijn geen instrumenten, geen middelen. Het is onmiddellijk in die zin van het woord. En het is onmiddellijk in de stand in de zin van nu. Om tot dit inzicht te komen, hebben we allerlei richtingaanwijzers. Je weet met de geleerde Sanskriet kreet, heet dat prakriya's. Een van de favorieten van de laatste paar maanden of de laatste jaren of zoiets is dat verhaal van ik ben altijd en alleen maar nu. Wel, het ogenblik dat je dat ziet, wat gebeurt er dan? Dat zie je woordloos. Een ogenblik is het denken helemaal verdwenen. Zelfs de zintuiglijke waarneming is een ogenblik helemaal verdwenen. Er is alleen maar aanwezigheid. En daarna komt het denken terug. En de denker of zo die zegt, oh ja, dat klopt. En dan zeggen we dat we het begrepen hebben. Met welk ik het begrijpen vindt plaats het ogenblik dat ik in mezelf perifereer is het werken niet meer. In denken. Is het er alleen maar iets naam voor hebben. Te zijn wat je bent, dat ogenblik. Nou, dat is in feite een ogenblik van dat je verlichting kan noemen. Mijn guru zei altijd, eigenlijk vindt de verlichting plaats, het ogenblik dat je de waarheid hoort, op de juiste manier vertelt, het ogenblik waarop je het begrijpt. Dat moet zich integreren. Op een gegeven moment is het zo de deuren open gaan en dan kun je als het ware naar binnen en naar buiten lopen. En tenslotte verdwijnt al die ideeën van ik en mij en mij. Maar het ogenblik waar het om gaat is het ogenblik dat je het begrijpt, maar dat heeft niets met je hersens te maken. Nul. Dus wat wij in het dagelijks leven begrijpen noemen is het naar buiten kijken, naar de gedachten. Gedachten zijn objecten aan de buitenkant, die worden waargenomen in ons. Dit is een kijk aan de andere kant uit, van het denken uit, van een zogenaamde denker uit of zo, naar het gedachtenloze. Elke vraag, elk probleem, geestelijk probleem of psychisch probleem, komt voort uit het feit dat er ergens nog een stukje is in het denken dat wij aanzien voor realiteit. Ik heb het dan al begrepen, maar ik ben toch nog niet verlicht. Dan, het ogenblik dat dat begrijpen plaatsvindt, met andere woorden, dat het denken totaal afwezig is. Zo afwezig dat er ook geen afwezigheid is van het denken. Dat is een ogenblik
dat je achteraf kunt zeggen, verlichting. Daarbij wil ik er aandacht op vestigen dat dat heel moeiteloos gaat. Om na te gaan op het waar is dat ik nu ben. Om niet te zweten en moeiteloos. Ik kom er niks voor te doen. Ik kan het niet bereiken. Dus het is een kwestie van noodtijd van wat er van is. Een tweede valkuil die onvermijdelijk is en die je pas geleidelijk aan leert te omzeilen of die geleidelijk aan wijn, is dat je er achteraf begrip van gaat maken. Want een begrip nu is nu heel iets anders dan dit onmiddellijke, geleefde, tijdloze. Als je het verhaal na kan vertellen, dan wil dat nog niet zeggen dat je het begrepen hebt. Als je het begrepen hebt, dan kan dat allerminst zeggen dat je het na kunt vertellen. Ramana Maharishi was een van de beroemdste wijzen, als je het woord wil gebruiken, van deze eeuw. Hij heeft 15 jaren gewacht voordat hij ooit voor het eerst tegen iemand zijn mond opende. Daar gaat het om, als we hier zijn. De verhaaltjes die hier of daar vandaan komen, in jezelf te verifiëren. Het ogenblik dat je zeker weet, maar niet hier, dat het waar is, dat het klopt. Dan is het ogenblik, misschien ogenblik, of misschien tijd, waar het om gaat. Dit inzicht. Is als een boordoren boven een olieveld. Als één keer dat inzicht dieper is gegaan dan denken en dan voelen, dan kun je dan vertrouwen dat daar olie uit komt opspuiten. Als je dan dit inzicht geen obstakels in de weg legt, dan laat ik dan maar zeggen, dan eindigt het geleidelijk aan de rest. En het doet niks, maar de rest wordt dan geleidelijk aan helderder. Van de buitenkant afgezien zou je zeggen, het wordt het geïntegreerd. Voordat je minder wordt dan zitten. Het grote obstakel dat je dit in de weg kunt leggen, wat ongetwijfeld ieder van ons gedaan zal hebben en veel nog veel malen zullen doen, is uit puur automatisme te denken, ik heb het begrepen. Het ogenblik dat ik zie, oh ja, ik ben nu, is er geen ik. Het werkelijke begrijpen is leven zonder dat ik. En ook zonder het gevoel dat het ik er niet is. Is dit een aanvaardbare startschot? Heeft iemand iets om erop in te haken? Okay.
ander onderwerp. Dat gaan jullie dus met de volgende keer dan ook op. Je bent altijd nu. En dan de voorstellingen of van de hele toekomst zijn ook nu. Of is het dan zo dat er helemaal geen voorstellingen zijn? Het ogenblik van dit herkennen, dat er helemaal geen voorstellingen bij het denken. Het weten is eindloos, vormloos, naamloos. Het weten enige waar het om gaat, in mijn opzicht is deze, om het niet weten te verjagen. Het niet weten is wat de maatschappij weten noemt. Namelijk het geloven in de realiteit van gedachten. Dus, ik zit weer een beetje met mijn woorden, maar als ik het mag zeggen, in de totale vrijheid verdwijnt zelfs de zintuiglijke waarneming. Zoals in de niet betrouwbare slaap. Maar, wanneer in die totale vrijheid een geweldig energiespel verschijnt dat we de wereld noemen, dan is dat verschijnsel niet bestaanbaar zonder tijd en ruimte. En het spelletje dat wij de wereld noemen, bestaat uit tijd en ruimte en onzakelijkheid. Dan. Het instrument is een soort prisma dus. Dat waarnemingen projecteert. En dat is zo dat je niet nooit een kamer ziet. Je ziet allemaal puntje, miljoenen waarnemingen. En als je bij de laatste benaar komt, dan projecteert het geheugen die allemaal aan elkaar. En dan zeggen we, ik heb een kamer gezien. Je hoort nooit een zin, je hoort maar één klank tegelijk. Aan het eind zegt het geheugen, projecteert er in geheel door, dan zegt ik heb een zin gehoord. Zo is het dus het geheugen dat in feite uit het bewustzijn in de hele wereld schept. Daar is niks op tegen. Want het ogenblik dat je weet dat je alleen maar vrijheid bent, is het best leuk. Die dingen dansen allemaal in dansjes. Niks op tegen. En dan kun je best praten over het verleden en de toekomst. Maar je weet, net zoals in de bioscoop. Ik heb een paar weken geleden nog in de groenzool gezien, dat was de Altman, Little Big Man. Die gaat over een tijd van 80 jaar of zo. Gewoon een film, nou, de acteur en alles. Nou ja, dat is natuurlijk dat hij nu oud. En je weet dat het bedoeld is. Ja, het is met mijn schaduw over de televisieschaduw in dit geval. Voor de bioscoop. Nou, maar, als je die film zit te kijken, dan heeft hij er al mee. Dat is prima. Alleen, je weet dat het een kleine illusie is dat we zeggen dat de realiteit in het geheel bezig. De realiteit in de film bezig. Als ik er niet ben, als naamloos, vormloos aanwezig zijn, dan is er geen zintuiglijke waarneming mogelijk. Dan is er geen geheugen mogelijk dat al die waarnemingen aan elkaar kan projecteren enzovoort. Dus, hier is een tijd, hier is een ruimte, als je wilt verleden en toekomst en wat je maar wil, maar het is een droom. En het is ook echt niet meer dan een droom. En dan mag ik iets zeggen wat ik onmiddellijk zal gaan roepen. Hoe dieper je inzicht gaat, kan natuurlijk niet dat inzicht is bodemloos, maar hoe kleiner de illusie wordt, dat je weer wandig in wordt, hoe duidelijker het wordt dat het verschil tussen deze droom overdag en de droom van s'nachts in bed minimaal is. Eindeloos veel kleiner dan als je licht zijn. Het wordt helemaal duidelijk dat deze droom overdag inderdaad niets anders is dan een spelletje, een dansje van energie in bewustzijn. Maar de realiteit in het dansje is het bewuste zijn. Maar ik kan nog wel eens, ja, dat is een beetje vreemd, misschien maar. Je zegt nou, dit verschijnt, dit is in zekere zin een illusie. Maar je
Ja, wij leefden allemaal in dus we ervaren die illusie zoals die is, gelijk neem ik aan, kopjes, kopjes. Iemand die heel erg in de war is, heeft nog veel meegemaakt, met psychotisch is, die leeft in een andere droomwereld. Nou is toch, dat zei je ook al, het is belangrijk dat diegene geholpen wordt, dat hij weer die kan leven. Wat is nou het verschil ertussen? Je kan toch niet zeggen van, oh dat is, nou ja, die leeft er nou maar gewoon in. Het is niet waar dat wij in dezelfde droomwereld leven. Jij leeft in een privéwereld die Arjen heet. En ik leef in een privéwereld die Wolter heet enzovoort. En jij kunt niet in mijn wereld komen en ik kan niet in jouw wereld komen. Zo min als ik in jouw droom kan verschijnen en jij in mijn droom. Dat is helemaal een privé aangelegenheid. Maar ik kan natuurlijk wel van jouw droom. Dan betekent dat dat jij creatie bent van mijn droom, net zoals ik zelf dan een creatie ben van die droom. Dus jij bent dan deel van mijn droomwereld. En ja, als ik in die droom daar een paard zie liggen, dan haalt het donder dat jij in die droomwereld daar ook een paard ziet liggen. Dan hoef ik niet te zeggen dat ik eigenlijk was op, want dat is een paard. Nee, we zijn beide lopen bij de wandeling in Gooi. Dezelfde droom. Paard. Ja. Ja, maar alleen, is mijn droom niet jou. Ik droom jou. De Arjen die ik droom, die ziet datzelfde paard liggen dat ik ook zie liggen, dat in de donder. Ja, maar er zijn mensen die dat niet zo graag zien. Daar verschijnen die mensen. Die mensen zijn deel van jouw droom. Ja, dat is zo. Je spreekt nu over twee verschillende dromen. Is het, eigenlijk kan ik maar alleen weten dat er één droom is, mijn droom. Precies. Dat is
elke zintuiglijke waarneming mogelijk door het geheugen. Zonder geheugen is er geen waarneming mogelijk. Maar die waarnemingen zijn er dus uitsluitend wanneer dubbeldeelde dosjes verschijnen. Alleen, zolang hier ergens het geloof heerst dat ik een of een tien of honderd van die huwelijkjes ben, dus een persoon, lijkt het alsof bij de afwezigheid van dit nederlandse bewustzijn alleen maar een zwart gat is. En op een gegeven moment wordt het duidelijk dat wat er dan overblijft enig concreet is. Dat het ruimtelijk allemaal abstract is. Deze wereld is allemaal abstract. Maar het komt voort uit iets wat er daarvoor al was, nog voor 7 uur. En dat is concreet was voor ons. Dus uit het geloof van de God, uit die geïdentificeerdheid, ja. Daar komt ook voor het idee dat dingen op zich kunnen staan. Ja. Ja. Maar de kloof om dit te begrijpen is het feit dat je moet zien dat wij niets kennen buiten onze waarneming. Dus dat als wij spreken over de dingen, dan hebben we niet in de gaten dat we het hebben over onze waarneming. Want iets anders kennen we niet. Maar als wij dus het over hetzelfde hebben, dan hebben wij op dat moment hetzelfde waarneming. Zij dat nu over het kopje hebben, jij ziet van de andere kant. Maar jij ziet een wereld met iemand waarvan je zegt dat hij het kopje van de andere kant ziet. Dat is deel van jouw droom. Wat je hier ziet, is deel van jouw droom. Maar als wij nou naar buiten kijken, laten we eens naar die kaars kijken daar. Ik kom even terug van het voorbeeld van zo straks. Ik droom. En ik loop in gooilust. En wie komt er tegen? Haaien. Hè? Dus ik ga even eens kijken. Als we naar die boom kijken, zie je alleen dezelfde boom? Dan zeg je, ja, maar je zoiets geeft natuurlijk, zie je dan dezelfde boom. Ja, nou, moet je kijken, maar. Nee, maar in de droom. Maak je erop. Ja. Dus ik droom jou. Dus jij maakt deel uit van mijn wereld. Al vandaar dat ik dan die boom zie. Ja. Ja. Nou, precies hetzelfde geldt voor de waking. Ja. Wil zeggen dat jouw droom is dan? Kijk, uiteindelijk. Je weet wel, we hebben afspraak, je vraagt nooit aan iemand geloof. We hebben een afspraak dat ik nooit van iemand vraag om iets te geloven. Dus we kunnen hier later verder op ingaan als je dat wil. Maar uiteindelijk is het zo dat er één bewustzijn is dat op die plek en op deze plek naar zichzelf kijkt en met zichzelf speelt. Zodra je dat ziet, dan zie je dat het een heel harmonieus geheel is. Inclusief dat bombommen en weet ik wel allemaal. Volgens de konijntjes. Jij kent maar één droom en die heeft er gedaan. En als je denkt dat ik buiten jouw droom sta, dan heb je toch iets wat je nooit hebt waargenomen. Jij kent uitsluitend waarnemingen. En een aantal waarnemingen die noem je onder. Nou is het traditioneel één ding. Traditioneel wordt je aangeraden om deze wetenschap niet toe te passen op degene van wie je dit verhaal hoort. Namelijk, mijn leermeester in India. Naar mijn smaak de grootste bezoek van deze eeuw. En dat wil zeggen, want ik heb Wittgenstein gehoord, ik heb Bos gehoord, ik heb anderen gehoord. Iedereen mag niet. Ik heb nog geen tijd uitgevoerd, maar op zijn eigen gebied. Hij zei, kijk, je mag wat dan ook beschouwen als je droom. Je mag mediteren als je dat zo nodig moet. En hij was er niet voor. Maar op je eenheid met die tafel. Want die tafel heeft niets anders met wat mij bestaat. Maar doe het niet over mij. Want zegt hij, je moet mij een plaats gunnen in de illusie, in de dualiteit. Zodat ik jou de poot onder de stoel kan wegzagen. Als je gaat zeggen, oh ja, maar jou droom ik maar. Dan ik zeg niks hoor. Nee, dat zei hij tegen mij. Dat zei hij tegen mij. Als jij een keer gaat zeggen dat ik Krishna ben en maar een deel van jouw droom ben, dan ontneem je mij eigenlijk de kracht om jou Maar ergens klopt dat gewoon niet. Het meest wezenlijke in mij is dat ik
ook in jou aanwezig? Natuurlijk. Natuurlijk. Ja. Kijk, het gaat erom. Waar zit ik? Op dit ogenblik. Als wat beschouw ik mij? Als een eigen Hilversum? Of als een bewustzijn waar de wereld in verschijnt? Nou, de vraag is om te kijken waar ergens op de lijn jij meent dat je zit. En daar ontstaan eventuele vragen en of problemen in je ogen. In jouw bioscoop ben ik de deur waar uitgang boven staan. Eventueel op het ogenblik, die zeggen dat ik de uitgang ben, maar op dit ogenblik. Maar je hebt er dus weinig haven. Kijk, het is een verhaal, want dat is mijn één bewustzijn, dat speelt met zichzelf. Het is ook waar. Maar daar liggen de problemen. In jouw geval liggen de problemen op een plek die je vindt. En in haar geval een probleem op een plek die je niet weet. En zie jij enzovoort enzovoort. Daar liggen eventuele problemen. Als ik mijzelf aanzie voor het motor. Met een bepaald verleden, een bepaalde toekomst en een bepaalde statistische levensverwachting enzovoort, dan zit ik mooi in de boot. En daar moet ik dus naar kijken. Ben ik dat of ben ik heel iets anders? En dan moet ik zelf door mijn eigen ervaring uitkomen tot die ontdekking dat het verdomd waar is inderdaad er in mijn dus. Maar dat kun je niet van buitenaf. Die fakkel in die grond, die heb jij in je hand, die jij die daar binnen gaat. En dan is die duisternis in één tel weg. En dan ga je later die fakkel in die grond misschien wel aanzien. Gewoon, nee, dat is toch weer donker. Nu ben ik teruggevallen. Ik val steeds weer terug tegen. En dat is niet zo. Dat is het grote probleem. Als dat ook liefde is, dan komen allerlei kleine misverstanden weer boven. En de moeder, zus enzovoort. Maar dat is dan paradaan. Daarom maak je tijd naar iedereen mee. Nou, dan mag ik dan weer vast. Ze zeggen wel eens in de christelijke godsdienst, zeg maar, wordt dan gezegd: heb je naaste lief. Nou, als je dan de Oosterse boek leest. Oosters die zegt, je kan het allemaal niet lief hebben als je jezelf niet lief hebt. Nou heb ik ontdekt, tenminste ik denk dat het waar is, datgene wat liefde en licht allemaal in is het oordeel. Kan er een eind komen aan het oordeel? Ja, want op een kun je nooit je naaste lief hebben. Want zodra er liefde is, is er geen naaste. Dat zou je niet. Kijk, in de Bijbel, de moeilijkheid in de Bijbel, er staan heel veel ware dingen in. Maar sommige dingen. Sommige van die uitspraken zijn voor kleine kinderen bedoeld en andere voor volwassenen. Dus ook Paul schrijft dat ik een baby was, kreeg ik melk spijs en toen ik volwassen ben, kreeg ik vaste spijs. En daar is de moeilijkheid. Als je nu heel lang gelukt bent en je zegt dat de tekst God is niet net zo belangrijk is als het geloof. En het feit dat Jona werkelijk lichamelijk in die walvis heeft gezeten. Tegen de hel en bergsmitten. Jezus heeft gesproken echt tegen geestelijke dwergjes. En hij heeft ook gesproken tegen volwassenen. Alleen jij weet niet wel wanneer in dat geval. Dus heb u naast niet als uzelf. Dat is een tekst van mensen onderweg. Maar wat men bedoelt met liefde en het christendom gaat er zo plat op. De enige godsdienst te zijn, God is van liefde, is liefde zijn aan in het hoogste. Als we bij liefde denken aan iets wat komt en gaat, aan iets van je naaste liefhebber, dus jij en ik, dan is liefde helemaal niet het hoogste. Nou, dat bedoel je misbegrepen. Liefde is, begint als een gevoel. En dat gevoel heeft, net zoals sommige gedachten, de mogelijkheid in zich om zichzelf te transcenderen. En dan verdwijnt de liefde en blijft overeen.
als jij werkelijk in het hele wezen iets aan iemand niet hebt, of in het hele wezen zorgen bent, dan is dat helemaal niet. Nee. Dus, Jezus heeft daar een HBB-woord gezet. Kijk die kant uit en zo. Nee. Maar niettemin gebeurt heel vaak dat je dingen bij jezelf waarneemt. Zo, of hier. Ja. Dat zou ik vaak stellen. Ja, toch is dat, houdt dat het, ja, dus als je zegt, ik ben nu, dat wordt duidelijk volledig verstoord. Ja. Nou, als je wil weten hoe je over jezelf denkt, dan hoef je alleen maar te kijken naar hoe je over de wereld denkt. De wereld is een projectie bij jou. Dus mensen die op iedereen lopen te vinden, bijvoorbeeld, dat zijn het volledige zekerheid. Mensen die dus niets van zichzelf houden, zichzelf niet accepteren. Wat je van de wereld vindt, is gewoon een spiegel van wat je van jezelf vindt. Nou, het oordelen. Daar komt een gedachte in me op. Dat is een vloed geestelijke wereld op mensen die uit een hele orthodoxe achtergrond komen. Ik zeg er even bij, want sommige van ons komen er wel uit. Die hebben al slechte gedachten. Alsof je daar iets aan kunt doen, dat er een gedachte in dat bewustzijn verschijnt. Daar ben je op geen enkele manier verantwoordelijk voor. Ik heb eens ooit een Europese leermeester gehad, lang voor me dat was een hoofd van een school. En daar heb ik veel respect voor. En die gebruikte vaak die uitspraak. En die heeft een dus die was niet van mij, maar je kunt niet verhinderen dat de vogels over je hoofd vliegen. Maar je kunt wel verhinderen dat ze een nest in je haren bouwen. Ja. Dus, slechte gedachten enzovoort. Nou, daar heb je een zelfbeeld. Ja, heel erg. Maar dat is ook wel een gedachte. Nou, ik sta daar in een lijstje. Ja, goed, dus één gedachte, dan wordt het toch één gedachte. En, ja, je hebt niet 10 gedachten tegelijk, je hebt nu de gedachte van een lijstje, dat is één gedachte. Ja, voorstaan. Die voorstelling die verandert de hele tijd. Ja. Nou, en punt 1 dat gaat heel duister, punt 2 is leuk, maar punt 3 om. Dat is ook niemand dat nooit te weten komt. En zo ziet zo'n lijstje eruit. Nou. Als iemand, laat ik nu maar zeggen, psychische problemen heeft, in die zin dat er stukken zijn, bewegingen zijn in die psyche, waarvan die zegt nou. Het waarom vervelend. Doe dan één ding. Doe niets anders dan dat alleen maar te zien. En geef daar geen oordeel over. Zeg niet dat het kwaad is en zeg niet dat het goed is. Het oordeel is het in stand houden van dat ego. Een boom is niet goed en een boom is niet kwaad. Een boom is een boom. En dan heb je hier een enorm gevoel zitten. En dat maakt. Zo'n van een goed gevoel of een slecht gevoel, een goed verlangen of een slecht verlangen en dat is goed. Dus zie het alleen maar alsof het een tafeltje was, een object. In het begin is dat helemaal niet, maar als hier een keer een gevoel opkomt, dan zie ik dat als een lichamelijke verandering. Ja, hier of wat het ook is. Intussen denk je tegelijkertijd naar die persoon en het kan niet anders. Als je daar naar kijkt, kan het niet anders dan duidelijk worden dat je die voorstellingen niet hebt. En dan kan het niet anders of die voorstellingen verdwijnen. Eerst heb ik er 1000 op een dag van een verschillende. En dan heb ik er 100 op een dag en dan heb ik nog 20 op een dag. Op een gegeven moment komt er geen. In dat proces, wat dus niets te maken heeft met verlichting, dus niets dat daar het gevolg van is, zou je kunnen zeggen. In dat proces, als er van die 1000 varianten of honderd, 300 verdwijnen, dat betekent ook dat er 300 situaties zijn waarin ik, zelf de 700, mij niet meer hoef te verdedigen. Ben ik niet. Als iemand tegen mij zegt dat ik een slimme of een slechte denker ben, kijk maar eens in
geleidelijk aan is het resultaat, zonder dat je dat misschien kunt zoeken, dat je alweer naar bent. Want als je niet in ik in zit, en hier niet in ik in zit, en hier niet, dan ga je dat niet verdedigen, ik kan niks zijn. Ik kan het niet zo leuk doen. En, dus het is een tegenstelling van een vicieuze cirkel, een limieke cirkel, een limieke cirkel. Door de dingen niet op te eisen als ik alles van mijn ik verdwijnt het wat ik helder door te kijken naar dat schijn ik verdwijnt, het verdwijnt alweer geen stimulering dan. Op een gegeven moment dat het krankzinnig is om niet ten koste van bloed, zweet en tranen een denkbeeld te verdedigen dat je niet bent, kun je iets gekkers bedenken achteraf. Het is heel vaak hoor dat het ogenblik dat dit inzicht doorwerkt, dat mensen uitbarsten en dan in een hemelwijd lachen. Dan ben ik mijn hele leven bezig geweest met het verdedigen van een idee waar ik helemaal niet ben, waar ik helemaal niet wil. Dat is een goddelijke comedie. Die lijkt een comedie, ja, ook een diaf voor de vorm. Maar dat. Oordelen en veroordelen, dat kun je gewoon achterwege laten. Je ziet gewoon wat er gebeurt. En dan weer een heleboel plaatjes op van Ariane, dat is best leuk bent. Met de pijl van Ariane, dacht ik niet veel. Niks ervan. Plaatjes verschijnen, net zoals de flesje van doen. En er geen oordelen over ziet alleen. En als het niet harmonieus is, bepaalde plaatjes, zie ze gewoon. Gaat er niet voor de lucht, gaat er niet aan pluizen. Zie het alleen. Ja, zie het alleen. En na een paar minuten verdwijnt het en misschien komt het pakje terug. Maar het is volkomen duidelijk dat jij niet zo'n voorstelling of zo'n nadenken bent. Dat is ja, de droom heeft op zich wel waarde. Ik vind het een mooie illustratie. Prima. Prima. Maar als je het zo kunt zien, dat zelfs de lelijkste gedachte van Arjan net zo mooi is als die bloemen. Dat is moeilijk, hè? Het is wel zo. Ja. Het is wel zo. Alle dingen zijn een dansje van. Ik heb het mooie verhaal van de protagonisticus, meester Eckhart, in de kloostertuin kwam. Dat was de tuinbroeder van de gang. De Gutenberg, meester Eckhart. Oké, was de meester Eckhart. Hij zei: hier de morgen is de einde, Gutenberg. Zo is dat. De zon was ik mezelf. Ook die gedachte is een kunststukje. Ja, ik vind het heel moeilijk om pijn als een kunststukje te vinden. Ik vind het onmogelijk. Ja, dan zou ik aanraden niet aan de moeilijke kant te beginnen. Maar...
vaak zijn als je aan mijn dus dat daar nog niet zo. Maar waar je dat is in de pijn. Maar dat is eigenlijk niks. Maar daar waar je interesse hebt liggen, daar liggen je obstakels. Als ik in iets geïnteresseerd ben, dan ontlokt dat mij weg van het kennis van de moment. Ja, maar. Heeft dat ook te maken met de mensen die je hebt? Zijn dat in feite je nog in? Dat hoeft niet. Nee. Want daar ben je dus ook naartoe getrokken. Ik ben redelijk muzikaal. Ik hou van beeldende kunsten. Ik ben wiskunde, donderdag en naam. Je kunt onderscheid maken tussen aanleg. Dus een karakter, een karakter dat verwijt helemaal, het is volkomen karakterloos. Maar aanleg, dat is een soort, de manier waarop veel in elkaar zit. Die krijg je niet in de hand. Je kunt niet zeggen, je bent muzikaal, maar nu ga je zorgen dat je muzikaal wordt. Nee. Niet zo. Dus, goed. Dit zal dus wel de sleutel bepalen waarop dat liedje gezongen zal worden en of het een muzikaal liedje is, een luidruchtig liedje of meer een rustig liedje, maar dat doet er niet toe. Er zullen nooit twee mensen zijn die als verschijnsel hetzelfde zijn. Dus je talenten, die worden pas je hang-up als je je aanziet, als je ze aanziet voor talenten. Niet dat je ze aanziet voor talenten. Kijk, dit is een talent om kleuren te maken. Dus toen ik hier in dat maakt kleuren. Kleuren is natuurlijk niet waar, maar het zit niet goed. Ik heb gehoord dat het een biologie is. Dus ik kan het alleen maar zien dat iemand die kleuren pint is en een ander niet. Die heeft dus niet dat talent. Nee. Ja. Dat is een talent. Zullen we dat zo noemen? Wel, dit is een. Dus vandaag ga zeggen dat mijn ogen. En ik geloof ik inderdaad dat u hier is, dat eigenlijk wel die ogen is. Dan zit ik in de boot. Als hier vandaag het geluid op mijn ogen, dan verwijst dat sluit met een plek. En bovendien met mijn ogen moet ik ook op deze plek. Dat is het. Je naam. Aan de ene kant een verwijzing naar wat je wezenlijk bent. Aan de andere kant is gezien kun je, dat is het enige. Want tenminste in de meeste gevallen, want de wieg tot het graf hetzelfde blijft. En daarom kan het ook alleen maar verwijzen naar het enige dat van de wieg tot het graf hetzelfde blijft. En dat is het onpersoonlijke. Absoluut. Wil je je naam laten slaan op een verschijnsel, dan duidt hij in feite alleen maar een plek aan. Blijkbaar op een bepaald dansje gedanst wordt. Dit dansje op deze plek in Bodenwerf. Alleen maar de vrijheid.
steeds weer een terugkeer naar diezelfde visie. Er weet niks te zien rond. Waar die verdacht kan worden dat er geen zintuiglijke waarheid meer zijn. Dat ogenblik ben je alleen maar recht op zoek. Je bent er niet altijd op zoek. Je gaat er terug in de wereld van tegenstellingen. Je komt er dan de baan om die ervaring van het absolute de hand te halen in de gewone wereld. In de wereld van tegenstellingen. Wie zegt dat je daar niet altijd bent in het absolute? Ik dacht dat ik jou moest zeggen van je gaat terug, of je kan terugtrekken in de wereld van het absolute. Ik wil niet weten. Uit welke mond die opmerking volgens mij gekomen is, maar ik stel je de vraag, iets in jou zegt, dat absoluut is dat niet altijd. Ja, ik vraag mij eens mijn vraag, wat in jou beweert dan? Het is er altijd, maar je bent er niet. Wie is er niet? Wat is er niet? De illusie. Ego. Die absolute heiligen, dergelijke. Die kunnen allemaal bestaan, dankzij het feit dat het absoluut er altijd is. Alleen, ja. Ik als persoon kan natuurlijk nooit in het absolute zijn. De golf kan nooit oceaan ontvangen. Dus, deze stilte is er altijd. En daarin verschijnt een dans van tijd en ruimte. Maar zeker een enkel probleem. Maar wanneer hier of daar het geloof ontstaat dat ik een studie ben van die tijdraamelijkheid. En dan ga ik praten als stukje in de leer en zeggen, want ik ben niet altijd in de absolute ruimte. Ik wil niet dat we zeggen, het absolute ruimte is door je heen, als ik het zo mag zeggen. Maar ik als persoon ben nooit in het absolute. Het absolute is de afwezigheid van feiten, uiteindelijk van alles wat naam en wat heeft. Maar en absoluut is er altijd, daardoor kunnen er namen en vormen verschijnen. Net zoals de ruimte er altijd moet zijn, willen er tafels en stoelen en mensen en honden en katten kunnen verschijnen. Je ervaart het niet altijd? Ik ervaar het nooit. Ik heb het nog nooit ervaren. En als ik ooit gedacht heb dat ik het ervaren had, dan zat ik er mooi naast. Dat is mijn hekking heel belangrijk. Nee, dat is te veel voor u. Je bent nu al 5 minuten. Vanavond, wil je er goed aan houden dat vanavond maar zorgen. Want dat is steeds weer, dat is een punt dat je niet gezien hebt. Dan denk ik, oh ja, zeker. Maar het thema hebben we al 100 keer op gehad. Is water niet weet wat nathek is. Dus wat je bent kun je nooit ervaren. Ja. Nee, maar het absoluut. Nee, want dan ben je nou juist. Maar je zegt af en toe tegen ons, je bent niet van nu. Ja. Dan refereer je, nou ja, dat vind ik dan een beetje raar. Want? Nee, maar dat, je zegt van dat kan je niet ervaren en toch zeg je van je bent ons nu. Ja. Dan heb je net zoiets op je, dan refereer je net zoiets als iemand die daar zit die ervaart. Ik ben ervaring. Als je wilt. Tegen wie spreek ik als ik zeg je bent al in buurt? Spreek ik tegen de persoon, ik spreek niet tegen jouw lijf, maar ik spreek tegen jou als geest, als persoon. En die verleid ik om ergens in te kijken, voorbij zichzelf. Jij richt de aandacht op iets, wat met die persoon niets meer te maken heeft. Dus je neemt dus wel aan, of je ziet wel, is wel zoiets als een persoon, als een gedachtenstructuur en herinnering. Dat is een gedachte die persoon heeft. En je nodigt die gedachte uit om naar iets anders te kijken. Ik gebruik het materiaal dat jij je binnenbrengt. En dat lukt schitterend. Ik kan niet vinden, want als ik dat zei, dat je nu dan heb jij niet gezegd rond de eieren en zo. Nee, je had het niet eens geweest. Nee, maar je bent geen eens dat dus, je die gedachte kan uitnodigen dus om eens heen te kijken. Dan kun je achteraf een mooi krediet leveren. Maar het heeft gewerkt bij jou. Je hebt inderdaad gezien. En waar was die persoon toen? Dus vraag mij niet. Mijn geheim, mijn keukengeheim, op een of andere manier is het mij gelukt om jou te laten zien dat je al met nu bent. Ik heb niet achteraf gezegd dat ik andere vorige kant best wel lepels had moeten gebruiken, maar ik heb het op de een
dat u zegt, wat jij noemt, dat is bij het alles. Dat hangt hier allemaal. Want wie, maar wat men jij noemt, dat, ja, zegt, jij, dat is in feite altijd niet. Als het denken verschijnt, dan lijkt het helemaal een oppervlakte zoals de meeste mensen leven. Maar alsof je in het verleden kunt zitten, alsof je in de toekomst kunt zitten, is wel een hele persoonlijkheid. Maar jij bent iemand in het verleden. Ja? Als je leert kijken, wil de waanzin. Maar dan moet je verteld worden, denk ik. Ik heb het nooit zelf kunnen doen. Alleen maar kijken, iemand die kijkt. Ja. Ja. Dingen verschijnen in het kijken. En als die iemand verschijnt, dan wordt die ook gezien. Heel vaak op bijeenkomst als deze, zeg maar, dat er van die gaan bij, dan zeg je dan, kijk maar, dan zal ik die uur houden, dan ben je gaan wakken. Dus ik denk dat het genoeg geweest is, maar dan houden die uur, maar als je zegt, we gaan het doen, dan vind ik het ook prima. Als ik dan opnieuw iets op zo'n leven leven, dan zou ik niet dan, dan is het wel. Wel, dan wacht ik. En wat wil je zeggen? Ik zal vragen wat mogelijk is om een stroom heen te gaan. Toen vanavond is nog maar dat ze denk ik dat nog een rare plan dat nog bij mensen in Utrecht om te komen. De regen ook nog. Het is altijd zaterdagavond dat zo'n weer is. Ik denk dat die mevrouw, ja. Ik denk dat die er was als een van de eerste. Mevrouw Heuker.